IJsselmeervogels denkt nog een punt of drie nodig te hebben om echt veilig te zijn. De Dijk vecht natuurlijk nog tegen degradatie en loopt hier tegen een vroege strafschop aan. De overtreding van Schilder. De strafschop is van Oktay Öztürk en IJsselmeervogels staat in de derde minuut op 1-0. En dat is lekker voor IJsselmeervogels dat sinds 3 maart niet meer gewonnen heeft op eigen veld. Tegen de Dijk dat 18 van de 24 punten op vreemde bodem haalde. En dit is bijvoorbeeld waarom Lars Raaien op het kwartier met de gelijkmaker. Knappe goal van de aanvaller van de Dijk. Dit is ook knap van Carmelia. 1 man kwijt, 2 man kwijt. De voorzet is op Powell en Powell had sinds 9 december niet gescoord. En dat was uit tegen de Dijk, dat laatste doelpunt. Dit is een hele knappe 2-1. Vooral de vooractie was mooi. De 3-1 komt van Markiet uit de hoekschop van der Laar. En dan lijkt IJsselmeervogels op rozen te zitten. Want de Dijk komt zelden terug uit geslagen positie. Maar ja, je moet ze niet in het zadel helpen. En dat doet IJsselmeervogels. Menzo maakt er 3-2 van. Woudenberg dan, kort na die 3-2 met de voorzet. Tony Tol speelde 8 jaar voor IJsselmeervogels, scoorde bijna nooit. Maar nu wel tegen IJsselmeervogels en dan is het 3-3. 10 minuten voor tijd is Olijveld weg. En hij bepaalt de eindstand op 4-3. Voor de Dijk is er nog heel veel werk aan de winkel in de strijd tegen degradatie. En IJsselmeervogels is na deze zege wel veilig.